Welkom bij de videoserie Fitness Mythes en vandaag ga ik je vertellen of je dik wordt als je na 8 uur nog wat eet. Zo logisch. Je hebt avondeten op, je gaat op de bank zitten, je pakt misschien nog een chippy of wat anders, een kleine snack. Dat avondeten dat wordt er niet meer verbrand omdat je niks meer doet. Je zit alleen maar stil, dus je lichaam gaat langzamer werken. En als je dan nog eens die kleine snack neemt, net voordat je naar bed gaat, dan verbruik je al die energie niet meer. En dat precies op het moment wanneer je gaat slapen. Dat kan toch niet goed zijn? Maar zo zit het gelukkig niet in elkaar. Deze appel die bevat 60 calorieën. Na 8 uur 's avonds bevat hij nog steeds 60 calorieën. Daar verandert natuurlijk helemaal niets aan. Wat ik daarmee wil zeggen is dat voeding voeding blijft. Het voedingsaspect uit deze mythe, daar kunnen we dus een dikke streep doorheen halen. Daar verandert niets aan. Voeding blijft voeding. Het fysiologische aspect van deze mythe, dus mijn lichaam gaat langzamer werken na 8 uur, dat klopt maar deels. De calorieën die ik verbruik, mijn bazaal metabolisme, zij is 2000 calorieën. Dit zijn calorieën die ik verbrand wanneer ik dus opsta en helemaal niets zou doen voor de rest van de dag. Maar bovenop die 2000 komen nog 1200 calorieën extra. Ik loop, beweeg, werk, etc. op één dag. Dus de calorieën die ik op één dag verbrand zijn 3200 calorieën. Als ik dus 2000 calorieën zou verbranden wanneer ik het voorbeeld dat ik net gaf alleen maar zou opstaan en per direct weer naar bed zou gaan. Van de 3200 die ik in totaal iedere dag nodig heb. Dat wil dus zeggen dat dat 63% van mijn totale caloriebehoefte per dag is. Dat zijn die 2000 calorieën die ik sowieso zal verbranden. De overige 73%. De overige 37%. Zijn andere 1200 calorieën. Wanneer iemand bijvoorbeeld een zittend beroep heeft of de hele dag niet heel actief is, dan zal dit percentage misschien maar 25-30% zijn. Als ik 2000 calorieën nodig heb, die dag, minimaal, en ik deel dit door 24 uur heen, dan betekent dat dat ik 83 calorieën per uur verbrand wanneer ik helemaal niets doe. Dus stel je voor, we gaan om 8 uur 's avonds avond eten, dan heb je net je laatste prakje er binnen en dan eet je niets meer totdat je naar bed gaat om 11 uur. Dat betekent dat ik tussen dit tijdstip, afhankelijk van als ik alleen maar stil zou zitten en ik zou niet gaan sporten, ik zou niet bewegen, dan verbrand ik nog eens extra 249 calorieën. Dit is heel leuk verzonnen. Alleen mijn lichaam die werkt niet in 24 uur. Mijn lichaam denkt niet in 24 uur. En stel ik heb 3200 calorieën per dag nodig en ik zou er binnen 1 uur 6400 eten. Oftewel het dubbele. Ik eet daarna 2 uur niks. Dan zal mijn lichaam een piek krijgen, dan een enorme dal, maar je zal uiteindelijk op hetzelfde gewicht eindigen. Maar die mythe is niet compleet onzin. Er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Je moet na 8 uur, en zeker 's avonds eigenlijk beter gezegd, niet al te veel calorieën binnenkrijgen. Maar daarmee moet ik wel vermelden dat je natuurlijk 's ochtends ook niet te veel calorieën binnen moet krijgen en 's middags ook niet. Alleen het punt is dat dit 's avonds natuurlijk veel makkelijker gaat, aangezien de meeste van ons dan niet aan het werk zijn. Wanneer ik voor de tv zit en ik pak er een lekker zakje nootjes bij, dan ben ik zo 600 calorieën verder. Als je daarbij ook nog eens wat te drinken neemt, zit je zo op 800 calorieën extra per avond. Doe dit een paar avonden per maand en op een jaarbasis vliegen de kilo's er zo bij. Dus samengevat, word je na 8 uur dik? Nee, absoluut niet. Dat is complete onzin. Alleen, het gaat wel een stuk makkelijker. Je kan jezelf makkelijk een slechte gewoonte aanleren. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Wil je nou nog meer fitnessgerelateerde video's zien? Neem dan eens een kijkje op mijn kanaal of abonneer je onder deze video, zodat je iedere week een nieuwe video ontvangt. Bedankt en tot volgende week!